team van Mrs. Glamour. Ontzettend bedankt om zo talrijk opgekomen te zijn hier vanavond in het Brussels Kort. De pers, welkom, sympathisanten allemaal, welkom, een groot deel van onze sponsors, welkom en dan natuurlijk wat familie en vrienden van onze dames finalistes. Mrs. Glamour 2014. We nemen weer een goede start. We zitten weer vol met goede voornemens. We beloven weer een hele fijne Mrs.-verkiezing. Het vierde jaar, wel, ik moet zeggen, de behartiger die erachter stond en er weer staat, die heeft het weer, en dat voelen alle interne betrokkenen, heeft het weer een hele nieuwe lucht ingeblazen en dat was ook nodig. En we voelen dat de trein heel goed aan de bollen is en u zal wel zien, de dames die we jullie straks gaan voorstellen, die lonen ook zeker de moeite. We staan in het Brussels Kart omdat de 11 finalisten straks ook een rondje mogen gaan karten. En dat is niet zomaar, we laten ze niet zomaar aan hun lot over, nee. Zij worden straks vergezeld door het FMK-team, Flanders Media Karting Team. En dat zijn ook niet de minsten die vandaag zijn gekomen om met de dames een toertje te rijden, letterlijk dan. Maar ik heb het over niemand minder en jullie zullen ze straks wel ontmoeten beneden. Robin Buismans, Manfred Verbeke, Peter Hopmans en Ronnie Ossijn, dat zijn echte rallypiloten met wie ze straks het eventjes mogen proberen. Wie nog een van deze teamleden is, is Christophe Sienne. Hij is voornamelijk acteur, improfeet en is ook mediatrainer. Dien zal er ook bij zijn, de zanger, Soffer Bolu, acteur. Thomas Smit, stand-up comedian en Jeroen de Pauw, de sterrenchef, die kennen jullie zeker. Anthony Kumpen, die is ook onderweg, vooral gekend op de eerste plaats door getrouwd te zijn met Griet van Ees. Maar ook piloot van, het snelste kaliber, zeg maar. En ik heb hem leren kennen in mijn achteruitkijkspiegel, jaren geleden. En er moeten natuurlijk ook dames zijn die deze equipe versterken. En dan heb ik het over Hilde Gijsbrechts, de actrice. En na dit mooie persmoment, zoals ik al zei, hebben dus de 11 finalisten de mogelijkheid om een rondje te gaan racen. Ze mogen niet jonger zijn dan 26. En de jongste van deze bende is 26. En de oudste is net de 40 voorbij. Dat zijn dames die eigenlijk al in het leven staan, maar we kunnen ze altijd nog wel iets bijbrengen. En dat is ook toch wel de bedoeling van deze Mrs.-verkiezing. Zo krijgen ze onder andere mediatraining van Christophe Sienne. Zo krijgen ze een serieuze portie etiketten van Olivier Willaerts. Kleur- en stijladvies kwam al aan bod, dat krijgen ze van Bieke. Make-up training krijgen ze ook, dat is dankzij FM. Een fotoshoot op zolder krijgen ze ook. En dan in de kelder krijgen ze een wijndegustatie. En worden de dames ook heel sierlijk en koninklijk afgehaald door de limo. Wel, buiten al deze toffe zaken dat de dames gaan meemaken, gaan de ladies ook ontzettend verwend worden. U ziet ondertussen naast mij de logo's van alle sponsors passeren. Het zijn er heel wat. Het zijn geen prijsjes van 20 of 100 euro, het zijn echt gigantisch mooie prijzen. Alleen al daarom zou ik het overwegen om ermee in te stappen. Niet alleen voor de sfeer, want ik kan u zeggen, die is er zeker. Maar ook, ik zeg het niet alleen de sponsors, maar ik ben ook heel blij dat ik mijn pispaal terug heb. Mag ik u voorstellen aan de behartiger van Mrs. Glamour, de heer Ronnie Wolkers. Eentje kon ik toch niet laten liggen, hoor. Dankjewel, Joyce. Eerst en vooral zou ik het aan iedereen willen verkondigen dat het mij heel veel plezier doet dat jullie hier allemaal aanwezig zijn. Vooral de mensen, niet vooral, maar ook al vooral de mensen hier vooraan. Al 16 jaar, 17 jaar nu mag ik organisator noemen van wedstrijden, schoonheidswedstrijden, beginnende van een miss tot een missus. Met een onderbreking van 1 jaar hebben we dan terug de trein op de rails gezet. Het was een klein beetje ontspoord, maar oké, we hebben hem terug op de rails gezet en we hopen dat we vertrokken zijn nu terug.
En als ik dan achter mij kijk op dat scherm, dan realiseer ik mij toch wel dat er de afgelopen weken en maanden niet voor niets geweest is. Want die partners die hier allemaal verschijnen zijn stuk voor stuk hele degelijke, hele sterke partners. Sterker dan ooit, ik zal het zo zeggen. Jullie hebben van Joyce net al gehoord dat er verschillende dingen zijn die de dames aangeboden krijgen in het prijzenpakket. Maar er zitten ook nog dingen tussen die nog niet vernoemd zijn en die zijn zeker de moeite waard. Ik zou iedereen kunnen opnoemen die op het scherm staat, maar ik ben er zeker van dat ik er iemand ga vergeten. En dat zou ik mijn eigen nooit niet vergeten. Of vergeven. Dus iedereen die hier verschijnt en ook nog de hele avond gaat verschijnen, zolang als jullie hier zijn, hartelijk dank voor mij opnieuw de mogelijkheid te geven deze wedstrijd te organiseren. En ook de nieuwe partners, vooral jullie gaan zeker op een trein of een boot stappen die de goede richting uitvaart. Dat mag ik u nu al zeggen. Er zijn een aantal mensen onder jullie die partner zijn, die we niet persoonlijk nog niet vernoemd hebben, maar die straks wel de mogelijkheid krijgen om eventjes hun aan de dames voor te stellen. Want ze hebben een leuke attentie mee voor hun, wat ze nog gedurende de campagne kunnen gebruiken. Ik denk dat ik bij deze zoveel mogelijk in een notendop heb kunnen vertellen. Ik hoop dat ik hier, misschien hier zelfs, volgend jaar terug mag staan voor een volgende editie. En opnieuw met dezelfde mensen rondom mij. En dan weet ik dat ik een reserveberoep moet meebrengen. Want als het als bispaan moet blijven dienen dan. Maar het is met heel veel sympathie overgenomen. Goed, ik ga terug het woord geven aan Joyce, want het is niet mijn avond, het is ook niet haar avond, maar de avond van de dames. En dat ga ik hun nu ook gunnen. Heel hartelijk bedankt. Stel de dames helemaal klaar om zich aan jullie voor te stellen. Er zijn in totaal 56 dames in eerste instantie weerhouden. Maar wij selecteren 11 dames uit de 5 Vlaamstalige provincies. De 11 dames voor u vanavond in Brussels Kaart. Dat zijn ze, beste mensen. Ze hebben al wat mediatraining gehad, maar ik denk wel dat het de eerste keer is voor echt. Dus ik zou zeggen, lieve dames, ga jullie gang. We gaan het rijtje heel mooi af en we beginnen met Cindy. Goedenavond allemaal, mijn naam is Cindy. Ik ben 34 jaar, getrouwd. Ik heb 4 kinderen, de oudste is 13. Een zoon van 10 en een tweeling van 17 maand. In het dagelijks leven ben ik een zorgkundige in een rusthuis en ik heb enorme interesses voor palliatieve en comfortzorg. Ik ben ook nog zelfstandig in bijberoep in Victoria Juwelen en ik doe mee aan Miss Glamour omdat ik mezelf een boost wil geven aan mijn zelfvertrouwen, maar ook omdat ik vind een mama van 4 kinderen kan ook wel een mis worden. Dank u wel. De tweede dame is Jessica. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Lando Jessica. 26 jaar en daarbij de jongste van deze groep sterke vrouwen. Ik ben woonachtig in Westerlo, samen met mijn man Bert. Samen hebben wij 3 dochters. Kiana, Kira en Tarissa. Ik werk als huishoudhulp. En in het weekend werk ik als garçon in een discotheek. In mijn vrije tijd ga ik zwemmen en maak ik de piste onveilig met mijn paard op de range. Ik ben dan ook een bestsellerruiter die bij Rolex rijdt. Ik doe mee met Miss Glamour. Ik doe mee met Miss Glamour omdat ik mij eindelijk goed voel in mijn vel. Ik ben dan op 45 kilo afgevallen. Ook met deze wedstrijd meer zelfvertrouwen te krijgen. En misschien, heel misschien, een kroontje mee naar huis te mogen geven. Dank u. Birgit, het is aan jou. Goedenavond allemaal. Ik ben Birgit, ik ben 35 jaar
en ik ben mama van twee zoontjes van 3 en 2 jaar oud. Van opleiding ben ik leerkracht haartooi en schoonheidsverzorging, maar momenteel geef ik les in het vrijmeonderwijs in de richting voedingverzorging en huishoudkunde. Daarnaast werk ik nog als hostess. Dit vind ik vooral heel boeiend, omdat je op verschillende locaties komt en met verschillende mensen in contact komt. En van de tijd die me dan nog rest, die breng ik het liefste door met mijn vrienden. Dat zijn mensen bij wie ik volledig mezelf kan zijn en die me aan de slag brengen. Waarom ik meedoe aan Miss Glamour? De voornaamste reden is omdat ik fier ben op mezelf, dat ik sta de dag van vandaag waar ik nu sta. Ondanks bepaalde gebeurtenissen in mijn leven heb ik die toch altijd aangepakt met een lach en het nodige doorzettingsvermogen. En daarmee durf ik wel zeggen, ik ben een sterke vrouw die stevig in haar schoenen staat. Dankjewel. Dat is wel beter een tekst dan bij misbellen hier, hè? Dat is klopt, hè? Dank je, mediatrainer Christophe. Ik heb goed gedaan met die banaan. Nee, hij heeft de dames. Hij heeft de. Dat gaat zo duidelijk. Een truc is om de zenuwachtigheid iets wat onder controle te houden voor een presentatie, is een banaan eten. En Christophe is vanavond toegekomen met een zak vol bananen. De vierde dame, Connie. Goedenavond allemaal. Ik ben Connie, ik ben 39 jaar, excuseer, en ik kom uit Nieuwekerken bij Limburg. Ik ben getrouwd met Jesse en de trotse mama van 3 kindjes. Ik werk als zonneconsulente wellnesscoaches in Truiden. En mijn motivatie om mee te dringen naar het kroontje is eigenlijk grotendeels mijn kindjes die mij zien als een trotse mama. Dankjewel. We hebben nog een Cindy. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Cindy. Ik ben een jonge dame van 39. Ik heb een zoontje Kian, 8 jaar. Ik ben vrijgezel en in mijn sociale omgang dacht ik dan ook vrijgezellig te zijn. Beroepsmatig begeef ik mij al 9 jaar op de terreinen van de Antwerpse haven. Een wereld die mij nog steeds enorm blijft boeien. Op privévlak daarentegen heb ik enerzijds een mamaweek, een week waar ik mij voornamelijk toespits op mijn zoontje Kian, met sporten, voornamelijk tennis, voetbal en ook leuke andere activiteiten. Kortom, probeer ik een bijzonder goede mama te zijn voor een persoon die zeer belangrijk is in mijn leven. Buiten de mamaweek heb ik uiteraard nu ook een vrije week, een week waar de dagen soms veel te kort zijn, waar ik mij voornamelijk bezighoud met sporten, zoals lopen en skiën, dat ondertussen een passie is geworden van mij. Waarom doe ik mee aan deze verkiezing? Enerzijds omdat mijn zoontje mij gemotiveerd heeft in dit avontuur te stappen, als mijn grootste en meest trouwe supporter. Daarnaast hoop ik ook een aantal nieuwe en leuke mensen te ontmoeten in en uit een wereld die mij voordien onbekend was. Waar sta ik de dag van vandaag? Ik heb ondertussen schoenen aangetrokken richting overwinning. Ik hoop dan de komende weken en maanden heel wat mensen te mogen overtuigen, mij te ondersteunen en te begeleiden naar een mooie plaats op de finale dag van Mrs. Glamour International. Dank u. Myrtle? Goedenavond allemaal. Ik ben Myrtle, mama van Angel, Pride, Joy en Joel. Zij zijn mijn grootste trots. En ik ben tandartsassistent, maar door drukte van mijn gezin kan ik dat niet toepassen. En zet ik me vooral in op school als leesmama, schoenmama en andere creatieve dingen. Ik neem vooral deel aan deze wedstrijd omdat mijn kinderen mijn grootste drijfveer zijn. En voor hen ben ik de winnaar. Dus dat is voor mij aan de hand. Dan hebben we Griet, Corbe. Goedenavond, ik ben Griet en ik ben 37 jaar, gehuwd. En ik ben een fiere mama van een prachtige dochter die hier vanavond aanwezig is. In mijn dagelijks leven ben ik schoonheidsspecialiste in mijn eigen instituut en geef ook halftijdsles aan leerlingen van 3e en 4e middelbaar
in Jerevas, ook leerlingen die het vak zware specialisten leren. In mijn vrije tijd doe ik vooral sport, lopen, spinning en rij ik vooral met de koersfiets, want wielrennen is een grote passie van mij. Nu, geluk zeggen ze altijd, staat binnenlangs een deur waarvan je dacht eigenlijk dat die dicht was, maar dat was bij mij dus niet dicht. En eigenlijk op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van Esther. En Esther stuurt mij in haar mailtje van Griet, is Mrs. Glamour niet iets voor jou? En dan heb ik er even over nagedacht en ik dacht, waarom zou ik dat niet doen? Het gaat me veel zelfzekerder maken. En daarom heb ik deze kans al genomen. En wie wil er nu niet op een podium staan met eventueel een broodje op haar hoofd? Dankjewel. Inge, kom jij hier? Goedenavond iedereen, welkom. Bij mijn voorstelling kan ik heel kort zijn over mezelf. What you see is what you get. Ik kan hier wel staan vertellen dat ik Inge ben, 42 jaar, mama, papa, grootouder en taxichauffeur van mijn twee prachtige meiden. Dat ik vanuit de Antwerpse polders kom en dat ik een biker chick ben in hart en nieren. Gaandeweg zullen jullie mij leren kennen als de vrolijke springend veld, die altijd voor een grap te vinden is en van uitdagingen houdt, zoals deze. Een mis mee noksken af, dat moet kunnen, anno 2014. Maar wel eentje met het hart op de juiste plaats. Dank je voor uw aandacht. En dan hebben we nog Wendy. Ik ben afkomstig uit Limburg, maar woon nu in het Vlaams Brabantse Scherpenburg. Binnenkort word ik 30 jaar. Ik heb nog geen kindjes, maar mijn kinderwens is er nog steeds. Dit zal de tijd uitwijzen. Hiermee wil ik aantonen dat leeftijd niet belangrijk is. Net zoals deelnemen aan Mrs. Glamour leeftijd geen belang heeft. Waarom het deelnemen aan Mrs. Glamour mij vooral aansprak, was dat het geen typische verkiezing is, maar vooral de innerlijke en de uitstraling telt. In het dagelijkse leven maak ik lange dagen als kelner in een sauna- en wellnesscomplex. Daarnaast help ik mijn vriend met de opvoeding van mijn zoontje Seth. Dus waarom ik eigenlijk deelneem, is omdat ik het heel belangrijk vind dat het uiterlijk ook een heel grote rol speelt, maar vooral de uitstraling en het innerlijke. Ik wil er nog wel bij toevoegen dat ik mij vereerd voel om mogen deel te nemen aan deze mooie ervaring. Hierbij wil ik de organisatoren, Ronnie en Marotti, mijn sponsors, familie en vrienden bedanken. Je hebt wel de langste uitzendtijd gehad. Peggy, kom hier. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Peggy. Ik ben 35 jaar en ik woon in Mol. Ik heb geen kinderen. Ik ben al 20 jaar samen met mijn vriend Penny. In mijn vrije tijd neem ik heel graag de tijd voor mijn familie en vrienden. Ik ben werkzaam in het notariaat. Dit is een heel
veel eisende, maar boeiende job. In het weekend ga ik ook heel graag lopen. Ik ga ook heel graag wielrennen. En ik doe mee aan deze verkiezing omdat ik toch met zelfvertrouwen een boost wil geven. Dank u allemaal. En dan Jim, jij mag de rij afsluiten. Goedenavond, ik ben Jean Herkenraad, 28 jaar, afkomstig uit Haag. Ik ben nog geen mama, maar ik heb wel een grote kinderwens. Ik ben gelukkig getrouwd met mijn man Geert. Ik heb wel twee schatten van honden, ben dan ook een grote dierenvriend. Waarom ik meedoen aan Mrs. Glamour is omdat ik vind dat dames met een maatje meer ook een kans mogen hebben. Daarom ben ik ook 30 kilo vermagerd. Voilà, voor mij was het ook de eerste keer dat ik ze allemaal heb leren kennen vanavond. Voorkeur heb ik niet. Ik heb 11 voorkeuren. Het is aan jullie dames om heel die termijn nog in glans en glorie mee te maken. En dan toch maar even al meegeven. De grote finale van Mrs. Glamour 2014 gaat door in de San Marco Village op 8 juni. Ziezo. Ik denk dat de motoren van de kar stilletjes aan gaan beginnen starten. De dames mogen strakjes meerijden met alle gekenden die ik daarnet heb opgesomd. Nogmaals onze dank naar de sponsors, iedereen aanwezig en Brussels Kart natuurlijk. De dames gaan niet onmiddellijk gaan lopen. Ze blijven hier voor eventueel nog een groepsfoto, mocht de pers of iemand anders dit wensen. En voor zonder rest rest mij jullie nog een heel fijne avond te wensen en uit te nodigen voor een hapje en een drankje. Dank jullie voor de opkomst. Nee, ik ga jullie niet doortrekken, echt niet. Wat ik toch nog graag als afsluiter wou zeggen, Joyce heeft het al aangehaald, de mensen van het Expo Kart hier, die hebben voor ons gezorgd dat we de locatie mochten nuttigen hier, dus daar wil ik er al voor danken. Maar niet dat alleen, zo dadelijk wordt jullie nog een hapje en een drankje aangeboden door hun, dus ik zou zeggen, blijf gerust eventjes hier hangen nog. Doe een praatje met de dames, ze kunnen dat zeker heel goed gebruiken. Laat het dan ook jullie smaken. Ik wil ook nog zeker en vast Veronique van FM bedanken voor de make-up. En de mensen van Steven Sinclair achteraan daar. Ook een hartelijk en daar een applaus voor de mooie kapsels. En dan, ik kan niet anders, ik zou mij tekort doen, moest ik het niet doen, dat de dames al op zo'n korte tijd die mooie houdingen, die poses, die stapjes doen, dat hebben ze van ons Lise mogen leren. En dan de twee dames die vandaag iedereen een beetje ontvangen en begeleid hebben, zijn de Barotti en Esther. Ook hun wil ik al een klein applausje voor vragen. Ik heb het al een paar keer gedaan deze week, ik moet echt gaan afronden, maar ik heb een paar keer gedaan deze week, maar ik sta er toch op nogmaals Christophe te bedanken, want dit is niet alleen een mediacoach, dat is op zeer korte tijd, op minimum 3 uren is dat een friend forever voor alles wat hier staat. Dus ook hem mogen we al begroeten met een warm applausje, denk ik. Ik denk dat het ook gezegd mag worden dat de dames hier mogen kaarten. En dat heeft wij ook wel een beetje te danken aan Christophe. Niet een beetje, maar heel veel zelfs. En dan goed om dan toch moeten afronden. Ik kan niet anders. Zou ik ook nog Joyce willen bedanken. If you want these kind of dreams, it's Californication. Wild, wild west, a state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum.
arm like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb has hit me. The state where you never find a dance floor empty. And pimps me on the mission for them greens. Lean mean money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city make it fame. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California.